Tijdens de maand maart staan kinder- en jeugdboeken centraal. Het thema van de jeugdboekenmaand is deze keer gender en identiteit. Ja, we noemen het MVX, je bent wie je bent. En de reden daarvoor is dat we eigenlijk toch een beetje een statement wilden maken. We vinden het eigenlijk belangrijk dat iedereen zich kan herkennen in kinderboeken. Dus dat er ook in kinderboeken een heel grote diversiteit is, ook qua genderrollen, qua rolpatronen, de hokjes, dat kinderboeken die mee kunnen doorbreken. We hopen vooral ook dat het een discussie een beetje opwekt, dat je in klassen en zo dat gesprek kan aangaan door middel van een boek, bijvoorbeeld door een boek samen te lezen en daar een gesprek. Dat is eigenlijk het belangrijkste doel, denk ik, van Jeugdboekenmaand, op die manier het gesprek openen. Ook boekhandel Het Verhalenhuis in Gent doet mee aan de Jeugdboekenmaand. De zaak zit al 9 jaar in Gent en is gespecialiseerd in kinder- en jeugdboeken. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen opgroeien met mooie boeken, met bijzondere boeken. En wij wilden ons daarop helemaal op toeleggen, omdat het aanbod ook heel groot is en divers is. Wij pakken het redelijk breed aan. Dus het thema is in onze ogen van je hoeft je niet te houden aan die hele typische MV-definitie. Als jongen kun je heel veel leuke meisjesdingen doen en als meisje mag je absoluut leuke jongensdingen doen. En het is maar waar je je goed bij voelt. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Boeken zijn ook belangrijk voor de opvoeding en ontwikkeling van kinderen, ook al beseffen ze dat niet meteen zelf. Als je ziet bij kleine kindjes, baby's, hoe die ook al gefascineerd kunnen kijken met die blaadjes spelen, dat is zeker al een effect. En naarmate ze ouder worden ook, dan hoor je van verhalen die zijn bijgebleven, momenten waar ze van genoten hebben. Oh, Harry Potter, het effect van Harry Potter. Dus veel mensen onderschatten dat eigenlijk, wat voor een effect zo'n boek heeft